17 politieke partijen hebben donderdag hun kandidatenlijsten ingediend voor de verkiezingen van 25 mei. De grote partijen zoals de NDP, VHP, NPS en de ABOP doen mee in alle 10 kiesdistricten. Ook de nieuwe partij A20 doet in alle districten mee. BEP en HVB doen mee in 8 districten, terwijl de SPA in 9 districten kandidaten heeft. De PALU en STREE zullen in 3 districten proberen stemmen te vergaren. De VVD onder leiding van Alice Amafo in 4 en DOE in 5 districten. De partij OPTSU onder leiding van Orlando Neus heeft geen kandidatenlijsten meer ingediend. We brengen nu achtereenvolgens vertegenwoordigers van de partijen die in alle districten meedoen aan de verkiezingen. We zijn ready. De NPS is altijd ready. We hebben als eerste de stukken ingediend. We mochten loten trekken en hebben het eerste nummer getrokken. En hopelijk gebeurt dat ook bij de uitslag van de verkiezingen. De NPS als eerste uit de bus. Dat zeggen meestal de eerste zullen de laatste zijn. Bij de NPS niet. Hoe zit het in de andere districten? De mensen hebben verschillende tijden. Wanika gaat om 11 uur, Nikeri gaat om 10 uur, noem maar op. Maar allemaal voor ene heeft de NPS alle lijsten ingediend. We doen landelijk mee en we hebben alle kandidaten ingevuld. De ABOP gaat voor bevrijding van het land uit deze situatie. Iedereen voelt die druk. En de naam zegt het al, de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij. De partij die voor bevrijding gaat. En daarom vragen we ieder stem op de Bevrijdingspartij. Suriname heeft bevrijders nodig en wij hebben die bevrijders. Wij hebben het plan om Suriname uit de blubber te halen. Kijk wat de koers vandaag zegt. Kijk die corruptie. Kijk die onderhandse gunningen. Het hele land is financieel kapot gemaakt. Onlangs zijn we eerst door Fitch en nu door Standard & Poor's gedowngrade. Nu kan Suriname zelf de schulden niet betalen. Het is een uitdaging en een zware verantwoordelijkheid, ook als lijsttrekker. Maar we kennen onze verantwoordelijke leiders, hebben nu eenmaal de verantwoordelijkheid. Van mij hoef je niet te verwachten dat ik in tijden van crisis in een resort ga zitten, naast een zwembad ga liggen. Nee, ik ben er met het volk, tussen het volk. En ik zal me elke dag inzetten om te strijden. Strijden voor een beter Suriname, dat mensen in Suriname het goed hebben. En dat de economie weer stabiel wordt. Maar ook dat mensen gezond zijn en veilig zijn. En ja, gelukkig zijn in Suriname. Wij van A20, wij bewandelen ons eigen pad. Wij vechten niet tegen andere partijen of personen. Dus het is voor ons gegaan precies zoals het moest gaan. Netjes conform de regels. Dat is wat wij hebben gedaan. En ik moet zeggen dat het eigenlijk bijna een wonder is geweest. Want we hebben in alle districten hebben we alle DNA-kandidaten kunnen invullen. De partij is enorm gegroeid. Dus we zijn heel erg blij met de kandidaten die wij voordragen. Dit is Florence. Het is een van onze DNA-kandidaten. Trikie zit ook in het districtsraad als kandidaat voorgesteld. Dus het is allemaal heel goed gegaan. De president, de heer Daisy Delano Bouterse, mevrouw Jenny Geerling Simons, meneer Parmisser is ook weer, André Misikaba is er ook weer bij, Stefan Chang is er ook weer bij, Danielle Sumter is er ook weer bij. Ja, dat is het. En natuurlijk hebben we ook nieuwkomers, ja, meneer Rogaert ook. En natuurlijk hebben we ook nieuwkomers, je weet, de NDP is wel een partij die iedereen de gelegenheid geeft zijn bijdrage te leveren. Dus daarvoor hebben we dus ook gezorgd. We hebben rekening gehouden met diversiteit aan bevolkingsgroep, leeftijd. Dat alles hebben we aangenomen bij de samenstelling van onze lijsten. U zag Caroline Helbron en daarvoor Serena Asset, Krishna Mathura, Edward Belfort en Hesti Pichot. Zij spraken donderdag na de indiening van hun kandidatenlijsten voor deelname aan de verkiezingen van 25 mei. De indiening heeft plaats gehad op het hoofdstembureau van Paramaribo aan de Van Sommelsdijkstraat.